En ik wou dan beginnen met naar aan te kondigen, of daarmee toe te laten komen, met medepresentator voor vanavond, wethouder Rob Christenhuis. Ja, nou, dan pakken we even het programma erbij wat Guido gemaakt heeft. Ja, nu, daar staat nu het jury voorstellen. Nou, jury, even naar voren graag. Ik ben Marlene Mekelenkamp. Ik ben gevraagd om in de jury plaats te nemen. Hi, ik ben Bas van Bentem. Ik heb vorig jaar de aanmoedigingsprijs gewonnen en daarom zit ik hier in de jury. Ik ben er vanwege de manege waarbij wij vorig jaar de prijs hebben gewonnen voor de vrijwilligersprijs. Ik ben Thea Overstegen en... Excuse me for a while, while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the... De winnaar van de aanmoedigingsprijs Jonge Vrijwilliger is... Tim Veenstra. Applaus. Bas, mag ik wel naar voren roepen? Ja. De oor komt er. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Ja. En dan gaan we over, Rob, tot alle genomineerde organisaties vragen op het podium. Hier staat... Oké, en dan op winnaar van de Oldenzaalse Vrijwilligersprijs 2014. Klas op Wielen! Hey! Heel mooi. Nou, proficiat. De jury heeft besloten om de stichting Klas op Wielen de Vrijwilligersprijs 2014 toe te kennen, omdat zij op een hele aansprekende manier het onderlinge begrip voor de medemens weten te bevorderen. Dit doen zij door een hele persoonlijke aanpak. Zichzelf met hun handicap te presenteren en te laten zien hoe zij ermee omgaan. De jury wil door de toekenning van de vrijwilligersprijs 2014 de Klas op Wielen de waardering geven die zij oprecht verdienen. Twee checks voor Klas op Wielen, €750 te besteden als waardering voor de eigen vrijwilligers, €250 moet besteed worden naar een ander goed doel. Maar dat gaat ongetwijfeld lukken. Bij deze natuurlijk de check. Wie gaat hem overhandigen? Ja? Ja. Met een originele handtekening van de wethouder eronder. Vanavond gezet, ik heb het zelf gezien. Dus ja. Die scheelt waar het over een paar jaar. En dan natuurlijk de allerbelangrijkste vraag. Wie van Klas op Wielen mag ik de gouden boeskool overhandigen? Marielle? Oké, daar komt ie. Hij is heel zwaar. Maar hij is jullie ontzettend gegund. Maar proficiat en een hartelijk applaus. Ja, en daar horen inderdaad nog de bloemen bij. En daar horen natuurlijk inderdaad ook nog de bloemen bij.